Leesboek, bladzijde 26 en 27, de groene delen. Dit zijn de moeilijke teksten. Als je 3-ster bent of snel kunt lezen, lees je mee. Als je het moeilijk vindt, kijk je of je losse woorden mee kunt lezen of luister je naar het verhaal. Uit de struiken stapt een zeeboef. Hij heeft een houten been. Ho daar, maatjes, Stoelpoot is de naam. Jullie hoeven niet bang te zijn. Pats, hij slaat een mug plat. Ik doe geen vlieg kwaad. Maar mag ik weten wie jullie zijn en wat jullie bij mijn schatkist doen? Wij zoeken een kroon, legt Kien uit. De gouden kroon van prinses Lulu. Heb je haar niet op tv gezien? Stoelpoot moet lachen. Ik heb niet eens een tv. En om gouden kronen geef ik niks. Ik heb schatten die meer waard zijn. Wacht, ik laat ze even zien. Stoelpoot graait in zijn schatkist. Hier, dit zijn plukken zeewier. Net mooi haar met krullen. En deze schelp is zo zacht van kleur. Dat heb je thuis vast niet. En bekijk deze steen eens goed. Hij heeft de vorm van een hartje. Stoelpoot pakt een fles en blaast. Horen jullie wat een mooi geluid? Mooi, zegt Koen, maar wij zoeken wat anders. Kien en ik willen de kroon van Lulu. Stoelpoot haalt zijn schouders op. Kom, Koen, zegt Kien, we gaan bij die rotsen zoeken. En ze trekt Koen met zich mee.